Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. En welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag gaan we nog eventjes, voor één keer, de laatste keer, gaan we een FIFA video knallen. Gaan we ook mijn rewards doen. Gaan we mijn team nog eens bespreken, want dit is mijn eindteam ongeveer. En ja, let's go. We gaan nu ongeveer FIFA induiken. En 5 na 10 hebben we dus de rewards, dus gaan we blijven opnemen tot 5 na 10. We zijn nu dus de FIFA aan het induiken. Ik heb nu dus mijn headset aan voor mijn geluid van mijn PlayStation te kunnen horen. En ja. We zitten hier dus in het main scherm van FIFA. Ik heb mijn muziek uitgezet, want ik had muziek aangezet in FIFA. Gewoon door mijn eigen beetje te entertainen. Dus ja. En het is dus het Ultimate Team Season. Deze video komt iets later online dan het Ultimate Team Season. Deze video komt ergens in juli online. Dus kan mijn team al een beetje veranderd zijn, maar dan geef ik wel een update in de edit. En ja. Dus mijn squad ziet er voorlopig zo uit. Courtois in goal, 42 spelerwedstrijden, heeft al 42 spelerwedstrijden. Leverumont La Liga Santander. En dan op rechtsback, Team Season Trent Alexander-Arnold. Ik heb die niet in een video behandeld, maar ik heb dus Trent Alexander-Arnold, 92. Team Season 54 spelerwedstrijden, 2 goals gescoord. 10 assists, maar ook 1 gele kaart, ook een domme gele kaart. Dan heb ik Vertonghen. Vertonghen Fantasy Foot Upgrade. Een echte centerback. 41 spelerwedstrijden, 5 goals gescoord, allemaal 5 penalties. En 32 assists. En dat is echt een decent kaartje. Echt, als je het wilt, ik zou die gewoon gaan halen. Dan de tweede centerback heb ik Kevin De Bruyne. Sven Kevin De Bruyne gezet. Als CDM. Ik weet het, hij haalt hem minder chemistry, maar zo haalt hem wel chemistry met Courtois en mij Vertonghen. Hij heeft al 581 gespeelde wedstrijden van mij, 205 gescoorde goals, dus eigenlijk niet echt een goalscorer, maar meer een assistgever. En dat zie ik ook wel aan de stats van assists, 850 assists in mijn, in mijn team. Dan het leftback, Foot Champions, alleen dat is dan team season, alleen van bij Squad Battles kregen in een tijd zo'n dingen. Zo'n pack met Foot Champion kaartje in. Dan heb ik een Team of Season kaartje. Dat is 59 gespeelde wedstrijden, 2 goals. 16 assists en ook 1 gele kaart. Al mijn backs hebben gele kaarten. Alleen mijn leftback en mijn rightback. Dan op CDM rechts staat NDD. 210 gespeelde wedstrijden, 42 goals. 200 assists en 1 gele kaart. Ik weet niet van waar dat die gele kaart komt, maar ja. Dan Rodri, Team of Season, heeft Sven voor mij gaan halen, 40k, 41 gespeelde wedstrijden, 15 goals, 40 assists en ja, het is echt wel een topspeler. Dan heb ik hier ook staan Heung-min Son, 107 wedstrijden, 93 goals gescoord en 958 assists. Dat is ook eigenlijk een assistgever. Dan op rechtsmid heb ik linksmid staan Sadio Mane. 50 gespeelde wedstrijden, 139 goals en 71 assists. Dat is eigenlijk wel een goede rechtsmidden eigenlijk. Oké, hij staat maar op hoeveel chemistry? Hij staat maar op 7 chemistry, maar dan toch. Hij speelt er heel goed op 7 chemistry. Dan in de centraal aanval middenveldpositie is eigenlijk een CDM van de origine, maar ik heb hem naar Cam gemaakt met zijn stats dat die wel best wel decent zijn eigenlijk voor een. Voor een cam, nou voor een CDM. Hij heeft 87 pace, 80 shooting, 88 passing, 82 dribbling, 88 defending en 89 fysiek. En dat is echt een goed kaartje. 77 gespeelde wedstrijden, zie je dat ook aan zijn dingen. 369 goals gescoord en 101 assists. En dan heb ik er nog in de spits Harry Kane staan. Harry Kane, Cleveland Premier League. Eigenlijk mijn vaste spits sinds dat hij kaart uitgekomen is. Dat is 147 gespeelde games, bedoel ik.
gespeelde wedstrijd eigenlijk. 832 goals gescoord en 172 assists. Die is echt wel een vaste waarde geworden in mijn team, samen met Son en De Bruyne. Zijn die allebei vaste waarden? En Didi is ook wel een vaste waarde geworden sinds ik die gepakt heb. Dan heb ik op de bank Edouard Mendy staan. 204 gespeelde wedstrijden, 0 goals gescoord en 2 assists. Dan heb ik Sinisterra, heb ik teruggepakt. Allee, Centermeid teruggepakt. Van zo'n, waarschijnlijk zo'n upgrade terug. 1 gespeelde wedstrijd en 1 goal gescoord. En dan de Thomas. Ook een Free Champions upgrade. Allee, Free Champions kaartje zo van. Ook bij Team Season, bij Squad Battles gekregen. Dat is ook 1 gespeelde wedstrijd. En 8 goals gescoord en 1 assist. Dan heb ik Lewandowski gekocht voor 39,50. Ik wou die graag hebben. Ik wou die graag eens uittesten. 1 gespeelde wedstrijd en 13 gescoorde doelpunten. Dat is echt wel een topspits geworden. En ja, misschien ook wel een binnenkort een vaste waarde in mijn team. Dat ik een Bundesliga ga gaan. Dan heb ik Foot Champions. Ook van de Squad Battles. Guthrie. Die een is van de EFL League 2, Northampton. Die heeft 0 gespeelde wedstrijden, want die heeft eigenlijk nog niet moeten invallen. Dan heb ik Team of Season van de Pro League van KV Mechelen. Heb ik Vinicius Souza. En hij heeft nog niet gespeeld. Dan heb ik van OHL, ook een Team of Season, Xavier Mercier, gekocht voor 23,57. 1 gespeelde wedstrijd en ook 13 goals gemaakt. En ook wel een topkaartje. Zijn pedeschoen, zijn shooting schoen, zijn passing schoen, zijn dribbling schoen, zijn defending schoen, zijn fysiek. Ja, dus gevoelt wel dat het een lompkaartje is, maar het is echt wel een goed kaartje. Dan op de reserve heb ik Pogba, 500 gespeelde wedstrijd, 318 goals en 531 assists en 3 gele kaarten. Dan heb ik alles ontstaan. Heel lang mijn vaste keeper geweest, 332 gespeelde wedstrijden, 2 goals gescoord en 4 assists. Dan heb ik Pleermond Klaas van de Eredivisie bereikt gespeeld, heb ik die gedaan, die SBC. Dan heb ik Openda ook gedaan, ook gewoon een bankzitter. Die was gewoon voor meer kleur te krijgen met dingen. En dan Joel Matip, centerback van de Pleermond Premier League. 165 gespeelde wedstrijden, 5 goals gescoord en 134 assists wil ik. En dan in mijn club zit nog wat folder. Dat ik eigenlijk, ja, Courtois, Casemiro, dat is eigenlijk nog wat folder. En dan heb ik hier, ja, Alioski, Jules Fantasy Foot Upgrade en zo, dus. Ja, de Gea player in de mond. Vitinha ook Free Champions van de Squad Battles. Chechny, Griezmann, dat is eigenlijk allemaal high-rated folder. Maar nu kunnen we normaal gezien de Squad Battles rewards claimen. Ik ben dus goud 1 geworden, goud 1 in de Squad Battles. We krijgen een Primix Player Pack, een Jumbo Player Pack en een Player Pack. Van 1 van 2 Serie A Super League en BPL tot maximum 90. En ja, dan ga ik wel voor Mercedes gaan, dan heb ik die als rood playerpiece ook. Dat wou ik sowieso. Ook hoogste rated, dan heb ik die als playerpiece, dus ja, let's go. We gaan niet de club verlaten. Ultimate team verlaten. En dan heb ik hier nog 2 packs klaarstaan. We gaan eerst met de Prime Mix Players pack beginnen. De grootste scheid, dinger. Zoals ik al zei, het grootste scheid, we krijgen maar beelden eruit. En die beeld is echt niet zo wel. Ik zou die zeker niet. En dan heb ik koffie, zeker. Gewoon quick shadow, want ja. Die wil ik ook niet meer nemen. En dan zien we Premium Gold Pack en zien wat we daar gaan uitpakken. We krijgen er niks uit. We krijgen gewoon een left back van City. Alex United bedoel ik. City United bedoel ik. En dan Marcelo, Aurier, Deulofeu.
Ja, en dan Orlando City, dat weet ik niet. En ja. Ik weet, ik moet mijn logo nog eens terug aanpassen. We kunnen ook wel een gold preview pick doen. En die waren ook even een tijdje weg in die preview picks. Maar die hebben nu niks uit, dan hebben we gewoon Edica uit. Maar wat hebben we dus gepikt deze video? We hebben daar Mercier, dan kan ik die Mercier weg doen. Send to transferlist, bye bye Mercier. Dan heb ik zijn rood kaartje. En dat is een veel mooier kaartje. Hop, een veel mooier kaartje. Dus ga ik Mercier straks wel verkopen. En ja, dan zie ik jullie guys in een volgende video maar weer. En dan dan hoop ik dat jullie genoten hebben van deze video, van weer een FIFA video. Dit was dus ook tevens de laatste FIFA video eigenlijk op mijn kanaal. Ik hoop dat ik hem kan uitwerken, dat ik niet echt moet zitten vloeken op mijn Sony Vegas, maar ik hoop van niet. Bedankt voor het kijken naar deze FIFA video. Ik hoop dat jullie van genoten hebben. En hopelijk vinden jullie mijn team goed op het einde van het jaar. Ik weet dat ik hem heel veel team updates gegeven in dit jaar, waar ik eigenlijk wel tevreden mee was. Met dit team ben ik nog meer tevreden, omdat het echt wel een goed team is. Is het echt wel een leuk team. Ik heb sowieso heel toffe spelers gezien dit jaar FIFA. Maar met deze FIFA video wil ik het dus afwerken. Er komt nog wel ergens voor FIFA 23 komt er nog wel eens mijn beste pick van FIFA 22 uit. En ik hoop dat jullie dan gaan kijken naar die video. En dan zie ik jullie guys in een volgende video maar weer terug. En vanaf oktober gaan we terug FIFA video's knallen. Zoals nooit tevoren. En dan zie ik jullie guys in de volgende video maar weer. Bye bye!